Hoe hebben we ervan gehoord? Wel, omdat we op zoek waren naar subsidies. De eerste subsidies waren op. We gebruiken het eigenlijk voor de werking, om materiaal te kopen, om ja, een stukje communicatie. Maar dit jaar hebben we geen aanvraag meer gedaan, omdat we denken dat we er 2 jaar kunnen mee verder gaan. Maar waarschijnlijk gaan we volgend jaar wel opnieuw een aanvraag doen. U zit hier in ons amfitheatertje, zoals u ziet, die ook gemaakt is met allemaal gerecupereerde stenen van de site en planken. En daar kunnen groepen kinderen, volwassenen, hun ding komen doen, hun theaterstukje of... We hebben dus een 2-tal gemeenschappelijke momenten per maand. De eerste en de derde zondag van de maand. De derde zondag houden we ook onze organisatorische vergadering. En werken we dan ook. En tussendoor spreken we onder elkaar af per mail wie wanneer komt werken. Ik zou zeggen, de dragende groep is een goede 10 mensen. En daar rond zijn er nog een 10-tal mensen die mee van tijd tot tijd helpen. Eigenlijk is het een serieuze oefening in basisdemocratie. Elkeen eigenlijk probeert het beste van zichzelf te geven en bij te dragen aan een goed functionerende gemengde groep. En allee, we vinden het belangrijk om dit in Brussel dagelijks te leren.